oorlog en vrede. Met zin of reden. Laf of moed. Slecht of goed. Is het moeilijk te kiezen wat je allemaal kunt verliezen? Hoe denk je dat anderen zich voelen? Soms zou je willen dat je de tijd terug kon spoelen. Oorlog is slecht. Vrede is goed. Denk aan de mensen waar je tegen vecht. Geweld en bloed. We zijn in Herpen met Hans van der Linden. Hans, kun je me iets vertellen wat er precies gebeurd is in de oorlog in Herpen? Precies, dat wordt een moeilijk verhaal, want er is heel wat gebeurd. Maar waar wij op dit moment staan, dat is bij het oorlogsmonument in Herpen. En het oorlogsmonument is opgericht vlak na de oorlog op deze plek, omdat hier vlakbij een vliegtuig is neergestort, een bommenwerper, een Halifax. En daar zijn doden bij gevallen? Er zijn zeker doden bij gevallen. Heel die bemanning is daarbij komen te overlijden. Ja. En die zijn ook, waar zijn die begraven? Die zijn uiteindelijk begraven in Uden. In Uden op de militaire begraafplaats. Maar hoe is het eerste monument ontstaan dan? Ja, het eerste monument, Herpen in de oorlog, dat was natuurlijk... heeft die gebeurtenis van het neerstorten van die bommenwerper een enorme indruk nagelaten. En dat was in juli 1944, dus het was nog Duits bezet, zeg maar. Mensen zelf konden daar niet veel mee, maar het maakte een enorme indruk, ook omdat de ravage en, van de omliggende huizen, er waren branden. Moet je je voorstellen dat vleugels van de vliegtuig bij mensen in de slaapkamer vielen, die nacht, want het was 's nachts, het was rond de klok van 2 uur. En nou ja, om het geheel te verwerken heeft men vlak na de oorlog een monument geplaatst. Een klein, eenvoudig oorlogsmonument met een plaquette erin voor hen die vielen, stond erop. Nou, dat heeft er jarenlang gestaan. En... Ja. Want toen kwam er toen moest daar monument weg, of ging daar monument weg? Nee, op een gegeven moment in de jaren 80, uit jaren 80 is Stichting Herpen en Woord en Beeld opgericht. En die hadden diverse historisch-culturele ontwikkelingen, zorgen ze voor in Herpen. En die kwamen op het idee om dat oude oorlogsmonument, omdat het een beetje nalatig werd, die hele hoek, om dat nieuw leven in te scheppen, zeg maar. En die besloten om een nieuw monument op te richten. En dat, ging dat was ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking van de bevrijding. Daarbij werden ook weer opnieuw de herdenkingen gestart. En op het nieuwe monument werden ook de namen geplaatst van alle oorlogsslachtoffers in Herpen. En ook de namen van de omgekomen mensen die in het vliegtuig zaten. En dat ging naar een andere plek? Ja, het monument is verhuisd naar achter de kerk. Waarom eigenlijk naar die plek? Waarom niet op dezelfde plek? Ja, nou, ja, de meningen waren daarover verdeeld, maar men vond het een betere plaats en een meer in het zicht. Het zat een beetje weggestoken op de hoek van de Molenstraat, Sint-Hubertusstraat, Brabantstraat. En nou ja, het heeft wat meer zicht nou. Maar meer aandacht. En kregen jullie ook medewerking van de gemeente of hebben jullie zelf... Ja, nee, het is vooral ook de kerk. De kerkbestuur heeft daar aan bijgedragen. En verder een aantal mensen uit Herpen, die hebben dat mee georganiseerd. Maar met name de Stichting Herpen in Woord en Beeld, die hebben dat eigenlijk totaal opgepakt. En daarbij zijn ook weer de herdenkingen begonnen, officieel. Het is geopend door burgemeester Van Delft. Destijds. En daarmee was Herpen dus een oorlogsmonument rijker en een stukje geschiedenisrijker. En er wordt 4 mei nog steeds goed bezocht? Elke 4 mei is daar een doodherdenking. Ja, het is met de coronatijd wat minder geweest. Maar nu 4 mei om 7:30 is er een kerkdienst en daarna om 19:30 is er weer een volledige herdenking. En zijn dan nog oorlogsveteranen bij of familie? Ja, zoveel mogelijk. Er worden kransen gelegd namens de gemeente en namens de dorpsraad, het dorpsraadgebied.
En nou ja, de muziekvereniging is erbij, dus het is een behoorlijke organisatie wel. Wie onderhoudt het monument? Of? Ja, het monument wordt onderhouden met name door Marcel en Petra van Zummeren. En die doen dat heel belangeloos, al jaren. Die zorgen voor een nieuw bloemetje en die kijken dan om. Wat beeldt het eigenlijk uit? Het is een duidelijke vee. De vee van vrede en vrijheid en verbondenheid. En uiteindelijk victorie zou je kunnen zeggen, maar dan meer in de zin van overwinnen. Het monument is geadopteerd, heb ik vernomen. Door wie is dat monument geadopteerd? Ja, het is elk jaar zo dat groep 8, die hebben het monument geadopteerd, toen al, in 1995. En elk jaar hebben die hier ook een activiteit bij, tijdens de dodenherdenking. En wij verzorgen daar ook een informatieve les over de oorlog in Herpen, zeg maar, in de klas. Of maken mee een rondje met de fiets door Herpin. En zodoende worden we erbij betrokken. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan, dat groep 8 dit heeft... Ontstaan is, het idee was natuurlijk, hoe kunnen we zoveel mogelijk de jeugd hierbij betrekken, ook om het over te dragen naar de toekomst toe. En daarbij is groep 8 natuurlijk een ideale groep om dat door te geven, als het ware. Kijk, dat is nou voor 25 jaar geleden, de groep 8 van 25 jaar geleden. Je weet ongetwijfeld nog dat ze daar gestaan hebben. Kunt u nog iets vertellen over de namen die hier staan op het monument? Over de slachtoffer? Ja, als eerste is er natuurlijk de bemanning van die bommenwerper, van die Halifax. En dat zijn 4 Engelse jongens en 3 Canadezen. En... ja, je moet je voorstellen, de jongste was 19 en de oudste 23. Dus gewoon een verschrikkelijke gebeurtenis. De andere is een Engelsman. En die Engelsman die is om het leven gekomen met een ongeluk tijdens de bevrijdingsdagen. Die was ingekwartierd in Herpen. En er is waarschijnlijk iets met een wapen misgegaan. En die is op die manier om het leven gekomen. Dat is heel triest natuurlijk. Die man was 30 jaar en die ligt op Jonkerbos in Nijmegen begraven. De andere zijn 3 Herpenaren die tijdens de oorlogsperiode om het leven gekomen zijn. En dat is Jan van Dijk, Martin Buters en Wim Oliemeulen. Ja. En die hebben op zich alle 3 een bijzonder verhaal eigenlijk. Martin Buters ligt op de begraafplaats hierachter met een militair graf. Jan van Dijk is in Frankrijk begraven. Maar waarom is die in Frankrijk begraven dan? Die was te werk gesteld door de Duitsers in 1941. En die is jammerlijk op de laatste dag dat hij eigenlijk naar huis gegaan zou zijn, is de fabriek waar hij werkte gebombardeerd en daarbij is hij om het leven gekomen. Die werkte in de fabriek in Frankrijk? Die was te werk gesteld. En Wim Oliemeulen was militair, die lag gelegerd in de Peel. En toen Duitsland-Nederland binnenviel, in 1940, 10 mei, toen moesten ze terugtrekken en die trokken terug naar de Noord-Franse kust. Nou, daar kwamen ze tegen de 20ste mei pas aan. Die werden ingescheept in een boot om uiteindelijk via Frankrijk naar Engeland te gaan.
En om dan van Engeland uit te herschikken, als het ware, om weer een aanval op Europa te kunnen doen. Maar die boot werd beschoten door de Duitsers toen hij net uit de kust was. En hij zat daar niet alleen op, want er zaten tussen de 11 en de 1300 Nederlandse soldaten op, die dat allemaal dezelfde doel hadden. En één voltreffer was midden in het ruim van het vrachtschip en hij is daarbij om het leven gekomen. Ja, de Pavon heette het schip. Oké, verschrikkelijke verhalen. Ja.